Miljuska Witsehausen verbluft haar volgers met een intiem kiekje. Ze hoopt met deze eerlijke foto om taboe te kunnen doorbreken. Op Instagram deelt de presentatrice een blote foto van zichzelf met haar volgers. Ze vindt het belangrijk dat iedereen blij is met hun lichaam, zeker nu de zon volop schijnt. Het is mooi weer. Mijn vakantie breekt aan. Quarantaine kilocene bij iedereen. Mijn inbox ontploft over welke bikines goed werken voor mijn lichaam. Onzekerheid is weer voelbaar in de lucht omdat velen weer vrezen om straks in een bikini rond te lopen. Dus het leek me wel weer een goed moment voor een heerlijke foto, begint ze onder haar post op social media. Punt wil hiermee het taboe rondom het perfecte lichaam op social media doorbreken. Het overgrote beeld wat we voorgeschoteld krijgen op Insta is namelijk niet haalbaar voor velen ook niet voor mij. Omdat je genetisch een ander lijf hebt. Omdat je ervoor kiest om te genieten inf constant op te letten en te lijnen. Omdat je geen 16 meer bent. Omdat je het leven leeft naar jouw inzicht en maatstaf. Punt voor haar volgers heeft ze dan ook krachtige woorden. Maar samen kunnen we deze balans veranderen. Wees trots op jezelf. Maak foto's op het strand dit jaar. Verschuil je niet achter een tas, doek of maak alleen een foto van de kinderen. Herinneringen leven langer als je het vastlegt. Als je dus niet op de foto staat, was je op de lange termijn gevoelsmatig niet bij. Punt met haar post wil de presentatrice oproepen dat haar fans hetzelfde gaan doen: delen van eerlijke foto's op social media. Ik zou het echt te gek vinden als we weer samen een stroom van hekjelijke foto's kunnen creëren. Dus post jouw hekjelijke foto zodat die foto's het normale beeld wordt voor jou, mij, onze kids, partners. Geniet van je lijf, elkaar en het leven. Zeker in deze tijd realiseren we des te meer hoe belangrijk de normale kleine dingen in het leven zijn. Hoe zonde het is om je tijd te verdoen aan zelfhaat, jezelf af te zonderen vanwege onzekerheid en Christie-eten. Punt ook: zij is ervan bewust dat haar foto's vaak niet realistisch zijn, maar dit komt omdat ze met een heel team om haar heen werkt die alles op alles zetten om een mooi plaatje neer te zetten. Ik weet dat mijn foto's op Insta ook vaak verre van reëel zijn. Niet vanwege Photoshop, want daar ben ik op tegen. Veel te nog tot daaraan toe. Maar vanwege het feit dat ik met een team werk. Maar wees bewust. Er is een heel leger voor nodig om me zo op de foto te krijgen: make-up, styling en fotograaf. Dit is mijn duit in het zakje van de heerlijke foto, love zelf, eindigt de presentatrice op Instagram. Punt al snel zijn haar volgers lyrisch over de eerlijke actie van Miljuska en juichen haar massaal toe. Wat ben jij mooi? En zo mooi dat je dit doet, deelt. Je mag trots zijn op je lichaam, niks mis mee, meid en mooi initiatief. Laten we onszelf omarmen, zoals we zijn, is een kleine greep uit de reacties. Dit is niet de eerste keer dat Miljushka haar lichaam shoot op social media. Zo deelde ze al eerder een prachtige naaktfoto vanuit bed. Maar ook verblufte ze haar volgers met foto's waar ze zelfverzekerd haar keuvels showt.